Hallo? Lig je lekker zo in het zonnetje? Wow! Joi, lekker liggen.
Goedemorgen. Het is alweer tweede Pinksterdag. Ik heb het hele weekend niet gevlogd. Ik ben alleen maar lekker bezig geweest in huis. Ik wilde wel nog een muur schilderen. Iets op een muur schilderen. Niet aan toegekomen, want anders had ik dat ook gefilmd. Maar als ik het ga doen, ga ik het sowieso filmen. Maar kijk, ik word nauwlettend in de gaten gehouden. Hey Jack! Hi! Hij kijkt niet heel gezellig. En toen zei Sanne, laatst jij vind je het gek? Je zit ook hier met een stok in zijn oren. Ja, dat klopt. Hij krijgt ook oordruppels. Omdat hij heel veel oorsmeer had. Dus daar krijgt hij ook nu weer wat van. En ook die manier ook klaar zit te kijken. Oh, Jackie. Hey, ben je niet blij? Nee, hij is echt niet blij. Want daar mag hij naar buiten, maar dan alleen op het terras, zeg maar. Dus we hebben overal hekken gezet. En dan zie je hem echt 's ochtends, dan gaat de deur open en dan gaat hij naar buiten. Dan zie je hem echt zo links en rechts kijken. En dan denkt hij, ja, laat maar, ik ga alweer naar binnen. Maar gisteren had Sanne zijn tuigje omgedaan. Die kat die laat ook alles toe. En die is wat verder, tenminste niet verder gaan lopen, want hij moet juist rust hebben. Maar wel gewoon dat hij even in het gras, in de tuin, in ons oerwoud, zeg maar, kon struinen. Volgens mij vond hij dat wel leuk. Anyways, ik heb de der gemaakt. Die kan ik alvast laten zien, want die gaat woensdag live. Dus dat is helemaal geen probleem. Ik hou het altijd een beetje geheim. Nee, maar kijk, deze. Hij was zo gaaf om te maken. Hoe heb ik dit gedaan? Ja, met collage. Daar ga ik nu eventjes aan werken. En ik heb straks een hele leuke Zoom call met Myrthe, vriendin, VA en creatief vriendin ook. En wij zitten gewoon af en toe te zoomen met elkaar, net zoals ik laatst met Ilse zat. Anyways, ik ga van toe. Ja, kijk, het is nog steeds zo aan. Jackie? Hallo? Oh, weer een vogel waarschijnlijk. Wat was dat? Zeg helemaal niks meer. Zeg helemaal niks. Hi. Oh, nou. Kijken of we het nog een beetje goed kunnen maken. Omdat ik elke keer met een stok in zijn oor zit. Stok ook. Zo'n flesje. Anyway, ik zit alweer 2 minuten ruim te houden. Waar gaat het over? Ik ga even lekker wat doen. Tot de volgende ronde. Daar is die hoor. Hey. Ik ga even mijn bullet journal eerst nog bijwerken. Zodat ik weet wat ik deze week zou willen gaan doen. Hè? Zou moeten zeggen we niet meer. Hè? Nee, we willen wat doen. Hè? Ja. En dan komt hij even knuffen. Ga ik een beetje knorren? Hoe zie je wel? Ja, we zijn nog wel vrienden. Zijn we nog wel vrienden? Ja, hè? Kijk, Jackie. Hé. Hey. Ja, hij is wel extra zielig, hè? Hij is wel extra zielig. Nou komt hij er gezellig even bij zitten. Even gezellig in de weg zitten. Hoor je hem? Niet niezen, hè? Heb ik zo die fluim weer in mijn gezicht. Doei. Ik kan niet eten, gekkie.
Ga je nog wat zeggen tegen mij? Nou zeg. Hoi. Oh, dat is nog aardig. Ik ga zo naar de zaak, Jack. Ja. Ik ga zo naar de zaak. Het is nog een beetje vroeg. Het is net 7:50. Ik ga dan nou nu niet al zitten, maar ik ben vroeg, want Ruben is al naar school. Die is al op zijn fietsje vertrokken 10 minuten geleden. Oh, ga je lekker slapen? Jack is een beetje depressief, ik moet er helemaal om lachen. Oh, sorry Jack. Oh, steek ik ook nog maar in je oog uit. Jack wil graag naar buiten. En hij mag naar buiten, hij mag in de tuin, op het terras. Maar hij is nu al 2 keer ontsnapt. Hij ziet dan toch ergens nog weer een gaatje waar hij eruit kan, hè? Ja. En hij moet de rust houden, zeg maar, van de dierenarts. Dus ja, ik heb zelf het idee dat het nu allemaal weer meevalt. Dan denk ik, laat me lekker struinen. Maar goed, dat mag dus niet. Dus dat vind je niet leuk, hè? Vind je niet leuk, niet? Nee. Dus nou zit hij een beetje te chagrijnen. Dat snap ik. Nou, doei. Zo, terug van de zaak. Alle tuinkussens werden zeiknat geregend. Hi. Lig hier. Helemaal opgepropt. Ja, past het. Hallo? Oh. Nou zeg. Hallo. Lig je lekker? Hoe kom je er gelijk uit? Nou, was je daar? Was ik daar, bedoel je? Wil je gelijk naar buiten? Nou, het is best lekker weer. Hè? Niet dat je ergens heen kan, vriend. De hekjes staan er nog voor, tenminste, dat hoop ik. Kan je wel in het zonnetje zitten, Jack? Ja? Nou, hè? Kan je in het zonnetje? Hallo, hallo. Dinsdag en ik was vanochtend op de zaak en ik ben nu weer terug. En nu ga ik verder met het editen van mijn foto's voor de aankomende der. En die komt woensdag live. Lekker even buiten wandelen, tussen de regenwaaien door. Ik had net wel een beetje spettertje. Even een pad wat ik eigenlijk helemaal niet zo vaak lopen, denk ik nu. Maar kan ook gewoon.
En ik merk gewoon als ik dagelijks een uurtje buiten loop, voel ik me ook gewoon echt 10 keer beter. Dus voor het geval dat ik het weer eens vergeet of te druk ben met andere dingen. Oh, druk, druk, druk. Het is gewoon goed voor je. Lekker wandelen. Ik krijg er energie van. Ik had mijn vestje hier onderaan. Het is eigenlijk net te warm, want nou gaat ineens die zon heel erg schijnen. Nou ja, goed, maakt niet uit. Lekker wandelen. Hallo, hallo. Woensdagochtend is het alweer. En ik ga zo meteen verder met de DER afmaken. En ik wil met een nieuwe online klas beginnen. Een leuke, dit keer ook een mixed media met een kit erbij. Maar tussendoor dacht ik, eigenlijk moet ik hem even neerzetten. Ik krijg anders een hele zere arm. Maar goed, dat had ik van tevoren moeten bedenken. Misschien kan ik dat sowieso nog eens eventjes doen. Even denken waar ik hem dan op ga zetten. Dit knip ik er natuurlijk uit. Ik kan hem ook gewoon even stopzetten. Ja, maar zet die scheef, jongens. Jee, ik heb wat gevonden. Gewoon een stapel boeken. Maar wat wilde ik nou tegen je zeggen? Oh ja, misschien staat er aan niet een beetje hard achter. Nou, dat lukt ook niet. Oh, wat ben ik lekker bezig. Zo, radio ook zacht gezet. Wat wilde ik je nou vertellen? Wat vind ik nou belangrijk? Over feedback. Ik weet niet of je er zelf wel eens mee te maken hebt gehad. En of je dat wel of niet lastig vindt. Maar er zijn een paar grappige feitjes aan feedback. Bijvoorbeeld, 100 mensen zeggen tegen je, je doet het fantastisch, wat is het leuk, ik hou van jouw lessen, wat vertel je leuk, wat leer je me veel, ik heb mijn perfectionisme los kunnen laten door jou, voel me zoveel beter, etc. 100. Eén iemand zegt iets negatiefs, niet eens iets heel ergs en negatiefs, maar gewoon haar mening, wat mag, want ik vraag om feedback, dus dan kan je hem verwachten ook. En die blijft dan hangen. En daar ga je dan helemaal een hele week over na zitten te denken. Het is eigenlijk iets heel geks. Maar ondertussen heb ik ook geleerd. Of leer ik steeds beter eigenlijk. Ik heb een visie. En ik heb een doel. Ik wil heel graag lesgeven in art journaling, mixed media en creatief bezig zijn. En vooral perfectionisme los leren laten. En zeker bij het creëren. De feedback was niet eens heel ernstig. Het ging erover dat mijn waterverf hier art journal klas, mijn eerste, werd ervaren als alle lessen zijn hetzelfde. En daar ben ik het niet mee eens, maar iemand mag dat natuurlijk gewoon vinden. En dat er te weinig opbouw in zat en dat ze het, ja, daar, dat tegenviel, zeg maar. En dan denk ik, ja dat mag je zo vinden en dat kan zo zijn. Maar dan ga ik in eerste instantie gelijk naar denken, oh, wat erg. En misschien is dat dan voor iedereen dan, zeg maar, zo. Maar er is dus maar één iemand van de, weet ik hoeveel 100 mensen die klas gevolgd hebben, die dat zegt. En dat kan en dat mag natuurlijk gewoon. En toch voel je je daar rottig onder, omdat je denkt, hé, wat vervelend nou dat één iemand dat zo vindt. Maar daar kan ik verder eigenlijk niks aan veranderen, want dat is de mening van die persoon. En dat mag ze ook gewoon vinden. Dat is gewoon helemaal fair. Anders moet ik ook niet om feedback vragen, wat ik net al zei. Dus wat wil ik zeggen met dit verhaal? Dat toch wel een beetje een feit is dat als iemand iets aardigs tegen je zegt, nou dan hoppakee, dan ben ik dat zo alweer vergeten. En echt hele aardige dingen. Mensen die langdurig ziek zijn of andere nare dingen meegemaakt hebben die echt heel veel plezier hebben van mijn lessen of van mijn video's. Ja, dat doet me hartstikke veel. En toch sneeuwt dat dan heel snel onder als één iemand zegt, maar, ik vond het eigenlijk allemaal niet zo. En dat is heel bijzonder hoe dat werkt in je brein. Dat je denkt, waarom ga ik me daar nou druk om dit te maken? Maar ik leer dus steeds beter dat los te laten. Ik denk ook, oké, dat iemand mag dat vinden. Dat is haar mening. Dat is helemaal oké. Dat wil niet zeggen dat het zo is. Snap je? Dat is gewoon iemands mening. Dus mocht je daar ook mee te maken hebben, probeer het voor jezelf dan wat meer los te laten. En te denken, ja, oké, dat mag jij vinden. Ik vind iets anders. En zelf zeg ik altijd, wat je vindt, dat breng je maar naar de politie. Heel flauw. Maar ja, zo is het eigenlijk wel een heel klein beetje. Het is iemands mening en ik heb ook al eens een keer feedback gehad. En dat was eigenlijk een hele oude klas waarvan ik vergeten was dat hij nog in het Etsy op stond. En iemand had dat gekocht en ik had het gewoon netjes PDF opgestuurd. En die kwam terug met feedback en die zei, videootje doet het niet en dat doet het niet en dit is niet goed en dat is niet goed. En toen dacht ik, ja, ze heeft ook gewoon helemaal gelijk. Dat klopt echt helemaal geen bal van. Het was gewoon een foutje van mij dat ik die er nog in had laten staan. Dus ze wilde haar geld uiteraard terug, direct geld teruggegeven.
En ook aangegeven, sorry, mijn fout. Ik bied je deze klas aan. En daar was ze dolblij mee. En gelijk had ze spijt van dat ze me gemaild had. En dat ze heel lelijk gedaan had. Nou, dat viel allemaal wel mee. Maar ze was wel geïrriteerd. En dat snap ik, want het klopt ook helemaal niet. Maar wel heel erg blij met het aanbod van de andere klas. Dus zo zie je maar weer. Soms kan je iets negatiefs dan ook omdraaien in iets positiefs. En soms kan je er niks mee. En dan laat je het gewoon zoals het is. Dan is het ook goed. Dus, tip van Flip. Laat het wat meer los en bedenk maar, oké, dat is jouw mening, dat mag jij vinden. Ik vind iets anders, tenzij het echt kritiek is waar je echt wat mee kan. Zoals bijvoorbeeld toevallig deze week meerdere mensen die mij berichten hadden dat mijn achtergrondmuziek te hard staat in de YouTube-video's. Dus het verschil tussen het achtergrondmuziekje als ik praat naar het muziekje als ik bijvoorbeeld niet praat en ik laat iets zien van Arjuna wat ik doe, dat mensen zich helemaal de tandjes schrokken. Ja, daar kan ik wel wat mee, want dan denk ik, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En zelf hoor ik dat niet. Ik zit met mijn koptelefoon op de editor, dus blijkbaar ben ik stokdoof. Dat ik die overgang niet hoor dat het te hard is. Voor mij gaat het gewoon heel geleidelijk. Maar ja, als het echt zo is, is het echt zo. Ik zit gewoon al bijna 5 minuten kletsen. Dit is zonde van de tijd. Jongens, we gaan lekker even wat doen. Ik ga met mijn der verder. En misschien ga ik ook een videootje nog opnemen van een nieuwe mixed media klas. Nou, tabé. Ah, waar moet die uit? Daar. Doei. Waar ben je? Ik dacht al, waar blijf je? Waar blijf je? Je zit precies met je kont in beeld. Hallo. Hey. Jack kan gelukkig weer op mijn bureau springen. Ja, gelukkig. Vandaag wel lekker chill. Hey, stinkertje. En gisteren was hij ontsnapt en eergisteren ook. Hey, je wil gewoon struinen, hè? In de tuin lopen, hè? Ja, dat wil je graag. Nou, hé. Zit je lekker? Ik was nog even mijn tutorial aan het aftypen. Ja. Ja. Nou, dan ga ik even mee verder. Doei. Zo, heerlijk. Ik probeer dat toch wel elke dag vol te houden. Om een uurtje te wandelen. Gaan we weer naar de lunch. Dat vind ik het lekkerste. Even een break. Doei. Hey, ga je hier liggen? Heb je zo'n lekker mandje daar? Ja? Heb je het koud of warm? Heb je het juist warm zeker dat je hier op gaat liggen? Hey Jackie. Hallo? Je bent een ontsnapper, hè? Ja. Je bent een Houdini.
Maar je moet eigenlijk nog een beetje rust houden. Lijkt wel een zwangere vrouw. Oh, is gemeen, hè? Jo. Hallo? Nou, lekker liggen zo. Hallo, hallo. Even in de auto. Ik heb net 1,5 uur in de auto gezeten. Ik ben in Kaatsheuvel. Ik ga niet naar de Efteling. Ik ben bij Marga. En Marga is mijn therapeut. Dus we gaan eventjes een uurtje of twee de diepte in, zeg maar. Belangrijk voor mij om heel veel dingen te verwerken. Dit is ook wel gelijk het einde van de vlog, denk ik, van deze week. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Hoi. Daar zit hij dan weer. Hè? Het is vandaag dinsdag 1 juni, zeker alweer 1 juni. Vorige week redde ik het niet om een vlog online te zetten. We hadden ook wifi problemen 3 hele dagen lang. Dat is lang, als je pubers hebt. Dat is heel lang. Dus ik dacht, weet je, ik ga het mezelf gewoon niet moeilijk maken. Ik ga niet lopen stressen, dat het eruit moet elke week. Nee, het is gewoon is niet afgekomen. Dus deze week neem ik de tijd om lekker mijn vlog te editen. En een beetje meer zoals hij zijn. Een beetje meer chill. Ja, lekker, hè? Met een bekje dan. Oh. Dus daar ga ik nu gewoon lekker mee verder. En ik wil nog wat verder met mijn illustraties. Maar deze week is het gewoon een rustig weekje. Dus vlog is voornamelijk over afgelopen week. Maar goed, dat maakt uiteindelijk allemaal natuurlijk niet zoveel uit. Welke datum het precies was. Nee, hè? Dat maakt niet uit, hè? Ik zeg de groetjes. Zeg je de groetjes? Ja, hè? Doei.